Via de social media van Autisme TV kwamen verschillende vragen binnen over ouder worden en autisme. Zoals deze. Gaan de scherpe kantjes ervan af als je ouder wordt? We legden de vraag voor aan onderzoeker Hilde Geurts. Nou, het vermoeden is, we hebben één eerdere kleine studie gedaan. We hebben een aantal mensen geïnterviewd tussen de 55 en de 83. En toen gaven mensen zelf aan, dus mensen die de diagnose al hadden, dat ze het gevoel hadden dat ze nog gevoeliger werden voor allerlei prikkels, zoals geluid of licht. Dat het eigenlijk met de jaren meer werd. Nou, dat is opvallend, want in de studies tot nu toe werd heel vaak gezegd, nou, dat neemt af, die problemen. Dat is het ene, dus we gaan kijken, kunnen we dat nu terugvinden in onze gegevens? En het tweede wat we vonden is dat er een groot verschil was wat we maten als we keken naar cognitie, of er achteruitgang was of niet. Dus wat we vaak zien bij mensen met autisme die jonger zijn, is dat ze relatief goed zijn in het onthouden van plaatjes. En eigenlijk kijken naar alle visuele dingen om je heen, van hoe je dat het beste kan vasthouden en kan onthouden en daarop reageren. En daar zijn mensen met autisme vaak beter in dan mensen zonder autisme. En daar zagen we eigenlijk de forste achteruitgang. Dus als dat ook daadwerkelijk zo is, zou dat heel vervelend zijn. Want hetgene waar je sterk in bent, dat het meest achteruit gaat, dat zou dan ook consequenties hebben voor hoe je het in het dagelijks leven allemaal moet doen. Dus we willen kijken, is dat echt waar wat we hebben gevonden? Of hadden wij het fout? Dat willen we kijken, maar als we dat vinden, dan moeten we gaan bedenken, wat kun je daar dan aan doen om het af te remmen of om ondersteuning te bieden? Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar autisme en ouderdom. Deze grafiek maakt dat duidelijk. Het gaat om de periode van 1946 tot 2001. Het aantal onderzoeken naar kinderen en autisme in deze periode bedraagt 12.000. Na adolescenten zijn iets meer dan 5.000 studies verricht. Volwassenen scoren net iets minder, namelijk 4.800 studies. Maar het aantal onderzoeken naar ouderen is minimaal. De geringe aandacht voor autisme en ouderdom is wel te verklaren. Autisme is pas ontdekt in de jaren 40, beschreven door de psychiater Leo Kanner. De allereerste mens die een diagnose kreeg was deze man, Donald T. Dat was in 1943. Hij leeft nog steeds en is inmiddels 80 jaar. Pas met de film Rain Man in 1988 ontstond wereldwijd grote aandacht voor autisme. Het waren vooral kinderen en jongeren die deze diagnose kregen. Deze eerste groep patiënten bereikt nu de ouderdom. En dat is voor onderzoeker Hilde Geurts reden om er onderzoek naar te doen. Een van de redenen is dat mensen met autisme eigenlijk nu de leeftijd bereiken dat ze ook echt ouder worden. En met ouder worden bedoelen we 55 en ouder al, dus dat is al jong oud. En daarbij zijn mensen zelf echt benieuwd van wat nu verder? Hè? Want hoe gaat het nu verder met ons? Dat is één groep waarvoor het belangrijk is. Een andere groep zijn eigenlijk de mensen uit de omgeving van de persoon met autisme. Die hebben de vraag van maar wat gebeurt er nu als wij straks er niet meer zijn als ouders of zus of broer? Hè, wat kunnen we dan verwachten? En het zijn ook nog de hulpverleners die er geïnteresseerd zijn. Want wat moeten we nu anders doen? Zouden we nu een ander soort mogelijkheden moeten geven? Andere ondersteuning? Dus waar moeten we ons eigenlijk op voorbereiden? En waar moeten mensen zichzelf op voorbereiden? Dus dat is denk ik vanuit het werkveld en vanuit de mensen zelf met autisme een van de redenen waarom we hierin geïnteresseerd zijn. Het aantal ouderen met autisme zal snel stijgen. Nu al krijgt bijna 1 op de 100 jongeren de diagnose autisme en al die mensen worden ooit ouderen. 1% van alle ouderen zal in de toekomst autisme hebben. Welke problemen hebben ze dan? Zijn de scherpe kantjes er vanaf? Of is de problematiek anders van aard? Waar richt het onderzoek zich op? Het eerste waar wij naar kijken is de symptomen, hè, dus de sociale problemen of de sensorische gevoeligheid. Hoe verandert dat met het ouder worden? Het tweede waar we naar kijken zijn eigenlijk de cognitieve processen. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat gaat eigenlijk over het geheugen, mentale schakelvaardigheid, over aandacht en concentratie. Hoe gaat dat met het ouder worden? En het derde gebied waar we naar kijken is wat gebeurt er op hersenniveau? Dus eigenlijk zijn dat de drie domeinen waar wij naar gaan kijken. En dan is het tweede domein, dus die cognitieve veroudering, eigenlijk de belangrijkste reden dat ik de studie ben gaan doen. In het onderzoek worden vooral mensen onderzocht die al een diagnose autisme hebben.
Die worden door de tijd heen gevolgd. De grote vraag is, wat verandert er in de hersenen van deze mensen in vergelijking met mensen zonder autisme? Het onderzoek gaat jaren duren. Wat gaat het uiteindelijk opleveren? Nou, wat het oplevert is nu vooral eerst een soort overzichtskennis van wat gebeurt er nu? En ik denk dat het heel veel vragen op gaat roepen. We weten zo akelig weinig over dit onderwerp dat het eigenlijk een soort verkennend onderzoek is. Dus we willen weten van goh, op wat voor vlakken zien we eigenlijk helemaal geen achteruitgangen. Want met ouder worden, nou ja, we gaan allemaal een beetje achteruit. Of tenminste, de meeste van ons zullen toch echt wel achteruit gaan. Maar wat we nu willen weten is er bijvoorbeeld versnelde achteruitgang op sommige gebieden bij mensen met autisme. Maar op andere gebieden helemaal geen achteruitgang. Nou, die gebieden willen we in kaart brengen. Kun je dat van elkaar onderscheiden? En als we dat weten, weten we ook waar je misschien hulp moet gaan bieden. Maar we moeten eerst weten of er andere achteruitgang is of geen achteruitgang, voordat we kunnen zeggen van nou, wat voor hulp is er nodig. Dus we beginnen echt heel erg nog bij de basis. Terwijl de mensen zijn die natuurlijk ook behoefte hebben aan al handvaten en wat er moet gebeuren. Maar daar is het toch veel te vroeg voor.